De Balmenduin is voor dit weekend omgetoverd in de Bromchi Futamara Village. Dit is de tweede editie van het kinderdorp en is door Shetskis georganiseerd. Deze activiteit wordt in de vakantie gehouden. Odette Miranda, directeur van Shetskis, is zeer tevreden met deze tweede editie. Wel zijn we nog niet waar we willen zijn, maar ontevreden mogen we niet zijn, zegt Miranda. Alleen maar als we kijken naar de hoeveelheid van stands die er zijn, begint het inderdaad meer het gezicht te krijgen van hoe we het gewenst hebben toen we dit bedachten. We zijn nog niet helemaal waar we willen, maar het is een groeiproces. Maar we zijn wel happy met de mensen die er zijn. Ik denk dat de mensen zelf ook happy zijn met de opkomst. Want als we vergelijken met vorig jaar op de zaterdag, was het vorig jaar veel minder druk dan nu. Nu zijn er toch wel aardig aantal meer mensen dan het vorig jaar. Maar ja, we doen om de anderhalf tot twee uur een rondje, babbelen een beetje met de standhouders. En ik moet zeggen, ik denk dat tot nu toe de reacties enorm positief zijn. Er is veel te doen, maar de mensen moeten zich ook laten informeren. Want als je binnenkomt, dan heb je, er gebeurt van alles en nog wat om je heen. Maar er zijn ook een aantal dingen die aan het gebeuren zijn waar je naar moet vragen. Dus het is goed om, als je iemand met zo'n shirt ziet, even te vragen waar je precies naar op zoek bent. En dan kunnen de mensen je wel verder helpen. Miranda zegt verder dat de bezoekers bij binnenkomst een plattegrond krijgen van de Palmentuin. Zij mogen uitkiezen wat ze willen doen, want er is genoeg te doen. Dit jaar zijn we afgestapt van het stratensysteem omdat wij het makkelijker wilden maken voor de bezoekers om zelf hun keuze te maken wat ze wilden doen, zegt Miranda. Maar eigenlijk is het gewoon een kwestie van door die tuin lopen en kijken wat er allemaal te doen valt. Er zijn inderdaad wel groepjes met infostands, maar je hoort op de achtergrond nu bijvoorbeeld de sirene van de politie, want de bikers waren er, maar de politie is er ook met hun inlichtingen en de info. De militairen trekken veel aandacht met de panzerwagen die er staat en ook hun games en hun commandospelletjes. De brandweer was er ook met hun brandweertruck, dus dat zijn de ondersteunende diensten die er ook zijn in de tuin. Maar er valt zoveel meer te doen. Games te spelen in de tent van Guimar en met Van Annes Agenturen, Van Annes Bakkerij. Ik zie de jonge man hier hoverboarden. Dus je moet gewoon echt er doorheen lopen en even rondkijken wat er allemaal te doen. Het is echt heel erg veel om in één adem op te noemen. Odette Miranda, directeur van Shetskis. Zij sprak vanmiddag over de tweede editie van de Bromchi Futamara Village. De Palmentuin is voor deze gelegenheid omgetoverd tot een dorp en de activiteiten duren tot en met morgenmiddag.